En vandaag nieuws over Tim Hofman onder andere. Ja. Een tijdje geleden hadden we al eerder met hem gebeld. Een pil te veel maakt je nog geen crimineel. Dat een paar maanden geleden kwam het BNN-programma Spuiten Slikken met deze campagne. Ze waren het namelijk niet eens met het huidige beleid. Want nu is het zo dat als je een beetje drugs op zak hebt, al is het maar één pilletje, dan kan je gelijk een boete of een werkstraf krijgen. En ze hadden zoiets van, nou ja, dat moet eigenlijk niet kunnen, want het kan gelijk je hele carrière verneuken, zeg maar. Daarvoor hebben we al eerder gebeld. Nu heeft Tim Hofman de benodigde 41.000 handtekeningen opgehaald. Ja. En hij is vandaag naar de Tweede Kamer gegaan met die handtekeningen. Is wel even leuk om Tim even te bellen dan. Ik wou net zeggen, allereerst, we weten hoe dat is gegaan natuurlijk. Wat doe je dan eigenlijk als je daar aankomt bij de Tweede Kamer? Hoe gaat zoiets en hoe nu verder? Laten we even bellen met Tim Hofman. Misschien zit hij wel in de bak, weet je wel. Misschien heeft hij wel iets geks geflikt. Tim op dit moment. Ja, je weet het nooit. Je weet het inderdaad niet. Met Tim. Goeiedag, spreek ik hier met Tim Hofman? Ja, het is hem echt. Ach, kijk. The one and only. Je spreekt met Igmar Rens en Tom van Slam FM. Goedenavond, Tim. Een hele goede avond, jongens. Storen wij jou? Nee, ik lig naakt op bed een beetje. Sorry, je ligt wat te doen? Naakt op bed stripboeken te lezen. Lekker wel. Welke stripboeken? Nee, laat me. Ik ben Suske en Wiske fan. Oh, kijk, lekker. Dat is heel goed. Tim, nou, we bellen jou om te feliciteren met... we hebben natuurlijk een paar maanden geleden al eerder met je gebeld. Maar we bellen je even om te feliciteren met die 41.000 handtekeningen. Ja, dankjewel man. Ja, had je iets verwacht toen je eraan begon? Nou, het was wel spannend, want 41.000 mensen zover krijgen dat ze al hun gegevens geven op een best wel een taboe onderwerp en actie ondernemen, dat is echt heel erg veel, man. Ja. Dus we zijn ook echt heel erg trots, weet je wel. Kijk, we hebben wel vaker dat we een filmpje maken, een statement, en dan vinden we iets, roepen we iets, zeggen we iets in de media. En nu hebben we daar gewoon ruim 40.000 mensen meegekregen. Dat is echt... Gek. Dat is inderdaad veel. Want even voor de goede orde. Op dit moment is het zo dat als je gepakt wordt op een festival, bijvoorbeeld met een aantal pillen in je zak, een kleine hoeveelheid, gewoon om een lekker feest te vieren, dan kan je direct een boete krijgen of een werkstraf. Hè? En daar hadden jullie zoiets van, nee, dat moet eigenlijk niet kunnen, toch? Ja, sterker nog, als je mag één pil bij hebben. We houden het heel even op ecstasy, voor de duidelijkheid. Eén pil bij, heb je er twee bij, omdat je naar Lowlands gaat en je hebt gewoon je wilt twee keer een pil gebruiken. Ja. Of je gebruikt iets meer dan één pil. Zo één drinkt 10 biertjes, ander 15. Ja. Dan kan het zo zijn dat je strafblad krijgt en ook je verklaring omtrent gedrag kwijtraakt. En als je die kwijtraakt, dan kan je geen leraar worden, geen psycholoog, anders mag je taxichauffeur. Het is heel lastig. Ja, nou hebben jullie dus die 41.000 handtekeningen daarvoor opgehaald. Hoe gaat zoiets dan? Want jullie zijn vandaag naar de Tweede Kamer gegaan. Hoe gaat zoiets? Nou, daar staat dan een hele delegatie voor je klaar, echt waar. Een commissie. Oh. En die mensen, dat is de commissie van verzoekschriften en burgerinitiatieven. Ja. En die nemen dan je petitie in ontvangst. Dat gaat uiteindelijk versleuteld, moet je dat allemaal digitaal overgeven. Maar wij hadden het allemaal uitgeprint, zo alsjeblieft. 10.000 van de 40.000, dus twee grote boekwerken. En dat waren de 10.000 die zeiden van, joh, wij willen dat ook, wij mogen publiekelijk zichtbaar zijn. En dat is in principe maar een kwart, dus dat gaan we ook gelijk aan hoe gevoelig zoiets ligt, maar er staat gewoon een hele commissie. Die neemt dat in ontvangst. En ze waren eigenlijk heel... ze waren heel erg... ze vonden het tof. Okay. Weet je wel? Het was niet sceptisch of wel een stom idee. Ze vonden het tof. Ze zeiden, we gaan het ook echt bespreken. Ja. Het moet eerst gecheckt worden of alle handtekeningen kloppen. Nou, daar gaan we wel vanuit. En daarna of er niet al kamervragen zijn geweest of hetzelfde, nou, dat weten we van niet. Maar het ziet er positief uit. Kijk, en de vraag is dan, wat doet de politiek ermee? Maar voor zover het er nu uitziet, is de kans heel erg groot dat er gewoon door de politieke top in Nederland hierover gesproken gaat worden. En wie weet zelfs een wetswijziging. Dat weet je nooit, maar het zou cool zijn. Heb je niet al ergens een politiek iemand gecharterd die voor jullie rechten gaat staan en dat gewoon voor op zich gaat nemen? Ja, zeker. Ja? Ja, we hebben de GroenLinks. Ja, het is een heel klein partijtje, maar als kijk, het is wel het linkse flank. Mm-hmm. Je verwacht eigenlijk liberaal eigenlijk, dus de VVD, maar GroenLinks... Die zei, wij staan hier helemaal achter. En ik sprak Lisbeth van Tongeren. En die zei, die mij ook nog vertelde dat ze zelf een keer harddrugs had gebruikt. En daar gewoon open over was. Ja. En die zei van, ja, nee, wij vinden dit echt een goed idee. Dus als zij links voor ons een beetje kan lobbyen. En ik wil dat zelf ook doen. Dan krijg ik misschien ook 4 minuten spreektijd in de Kamer. Kijk. Dat zou mooi zijn. Dus we werden niet, weet je wel, de VVD was veel sceptischer. Ik zou zenuwachtig zijn trouwens, als ik dan 4 minuten in de Kamer mag gaan praten. Nee, fuck it, ik vreet ze op. Kijk, lekker bezig. Nou ja, we gaan het volgen wat eruit gaat komen. Is het dan straks dat het straks is van, joh, neem allemaal een pil mee? Of zeg je van, nou, dat is ook weer niet ons idee hoor, als het straks dan helemaal erdoor is, misschien? Nee, mensen moeten dat zelf... Ik wil daar niet tot aanzetten. Jullie weten het ook, ik ben zelf geen drugsgebruiker. Doe vooral
wat goed is. Doe nu nog even niet wat strafbaar is. Ja. Ik wil ook niet mensen aansporen om extra veel mee te nemen, om een signaal af te geven of iets dergelijks. Mm-hmm. Wacht het even af, check het even. En wat je ook doet, laat me daarmee afsluiten even als buiten slikken voorman. Doe het verstandig. Dat wil ik er wel bij zeggen. Want wij zijn nog steeds niet met spuiten slikken programma dat zegt stop je hele hoofd vol met 10 soorten drugs en let's go. Ik wil dat toch even gezegd hebben. Kijk, bij deze heeft papa Tim Hofman gesproken. Ja, ik ben toch ook nog wel even benieuwd. Ja, zeker. Wat doe jij verder op zo'n dinsdagavond? Behalve stripboeken lezen, of is het echt heel weinig? Over 5 minuten begint op NPO 3. Je zal het maar hebben. Het is leuk dat je ernaar vraagt. Goed, Tim Hofman. Tot snel, kijken. Man. Is goed. Zie je snel weer. Hoi. Yo.